Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we het hebben over ribben en hoekpunten. In een eerdere video hebben we al gekeken naar vlakken en we hebben geleerd die zitten aan de buitenkant. Het groene stuk is daar een voorbeeld van. Waar twee vlakken samenkomen, dat noemen we ribben. Dat zijn die lijntjes die je ziet. Ribben zitten dus tussen twee platte vlakken in. Sommige ribben, die zie je gestippeld getekend. En dat betekent dat die aan de achterkant zitten. En die ribben, die zouden we eigenlijk als het figuur volledig vol zit, niet zien. Hoekpunten, dat zijn plekken waar ribben samenkomen. Een voorbeeld daarvan zie je daar. Nou, laten we eens kijken naar de ribben en hoekpunten van een kubus. Dan ga ik tellen. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 ribben bij een kubus. Hoekpunten kunnen we ook tellen. We beginnen weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In totaal heeft een kubus dus 12 ribben en 8 hoekpunten. Dan zie je hier een voorbeeld van een piramide. Wat ik graag van je wil is dat je de video pauzeert, voor jezelf opschrijft hoeveel ribben en hoeveel hoekpunten deze piramide heeft en dan controleert of je antwoord goed is. Pauzeer dus de video en ga pas verder als je denkt het antwoord te hebben gevonden. Nou, laten we eens kijken of het is gelukt. In deze piramide zie ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ribben. Hoekpunten kunnen we ook tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dus deze piramide heeft 8 ribben en 5 hoekpunten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nou nog vragen hebben, kun je een opmerking achterlaten en probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Misschien wil je nog een video kijken, dan kun je doorklikken. En zo niet, dan wens ik je nog een hele fijne dag.